Dan ben ik toch eigenlijk ook een groot klein kind, hè? We zijn vanavond een beetje lastige klant. Ja, die lijkt er precies op, meneer. Guacamodo. Avocado. Toeval ook toevallig weer met Evert Santegoed. Dat is echt toevallig. Maar de broek niet bollen! Leuk dat jullie weer naar mijn nieuwe vlog kijken. Nou ja, ik moet je zeggen, wat heb ik gedaan afgelopen week? Ik ben eventjes een weekje samen met mijn personal trainer Alain, die al 15 jaar een hele goede vriend van mij is, zijn we even naar Gran Canaria gegaan. En daar hebben we lekker een weekje vakantie gehouden. Daar hebben we ontzettend genoten. Elke dag een beetje gesport, gewandeld, zonnetje gepakt. En tot onze verbazing kwamen we er ook Evert Santegoed tegen. U kent hem natuurlijk allemaal van de privé. Samen met zijn vriend. En we hebben daar een paar ongelooflijk gezellige avonden mee beleefd. En het was ongekend lachen. En het is natuurlijk heel gek als je iemand in één keer op vakantie tegenkomt. En het daar natuurlijk ook nog heel gezellig mee hebt. Nou, een beetje zwemmen, een beetje fietsen, een beetje lopen en een beetje trainen. Oh, het is, wat is het vandaag? Het is zaterdag, gekke dag. En ik ga even met mijn goede vriend naar Gran Canaria. Even een paar dagen lekker eruit. Zonnetje pakken. En we worden weggebracht door mijn lieve mevrouw Evelien Ingrid van de Poppen. En we hebben de eerste opstopping is alweer realiteit hier in Aalsmeer. Er is jongen. Er is nog geen boot afgevallen. Nou let op, wil jij er langs? Dan gaan zij even gas geven. Let op. Nee. Het gaat heel goed in. Nou, we zitten heerlijk in het vliegtuig. We zitten hier naast de hele zon hier gedaan. Met Alain. Ongekend, of het is een beetje 3,5 uur met hem gesproken. Ik ben gewoon, zit hier gewoon voor jouw lul hier op de stoel. En, maar dat geldt er zijn. Het zijn allemaal ontzettend aardige mensen in het vliegtuig. En de meeste gaan op vakantie, dus we hebben een ongelooflijk van zin. Jij gaat naar je ouders, ja, en jij gaat naar huis. Ja, heel gezellig. Het zal wat genieten worden, ik heb er ook zin in, zie ik meneer. En daarom komt een hele vakantie. Zit in het ja. Het is de eerste ochtend, dus de. Ik ben met Alain en als je met Alain weg bent, dan weet je zeker dat je voor 9 uur wakker bent. Nou kijk, eens lekker gezond eten. Tomaatje, eitje, plakje kaas, komkommer. Rijst en pap. Daar moet ik natuurlijk aan meedoen. Ik zou het niet verkeerd, ik red dat natuurlijk niet. Ik heb vanmorgen alweer gesport. Het is een prachtige dag, kijk. Even zo door de parasols heen. En wij gaan zo lekker in het zonnetje liggen. Dan ben ik toch eigenlijk ook een groot klein kind, hè? Dit vind ik dan toch weer leuk. Seaside Palm Beach, welkom de heer Gerrit Joling. Nou, worden we toch blij van. Leuk toch? Jongens, daar zitten we dan. Kijk eens wat een mooie fles. Ja. Ja. Hoe leuk is dit? Enig. Het is 1963. Jean Léon. Charles. Nou, ik vind het een mooie fles. Absoluut. Mooi geopend en mooi ingeschonken. Nou, dan gaan we maar proeven, hè. Heerlijk, goed zo. Heerlijk, heerlijk. Het is weer overvloedig eten. Ja, wat wil ik zeggen? Het ziet er heerlijk uit. Goedenavond. Hier is ijs, kun je zelf scheppen. Sinaasappelijs. Vanilleijs, chocoladeijs. En dan haal je het ding. Kijk, leuk wat het vlees van opgemaakt heeft. Lekker fruitje. Ik ben zelfs zeker wat voor vis je wil. Ziet er goed uit die vis, ik weet niet wat voor vis het is, maar die kijkt niet blij. Ja, die lijkt er precies op meneer. Grapjes. Hey, yeah. Nou, alleen en ik zitten heerlijk te eten hier in de Palm Beach. En ik moet je zeggen, we zijn vanavond een beetje lastige klanten, want de tafel heeft al 3 keer gewiebeld. Nou, als ik een kalierrekel heb, is dat wiebel op de tafel. Hij staat vast alleen nu. Hij staat nu vast. En we kregen het ook een beetje koud, misschien omdat we veel zon gehad hebben. Maar we hebben inmiddels hebben we twee heaters. En uiteindelijk zitten we gewoon aan de rode kool. Ja. Dat is het hele verhaal. Maar we hebben een heerlijke avond hoor. Lekker Hollands. Ja, lekker Hollands. Krijg 2 heaters. Niet zeiken, Geer, niet zeuren. Wees blij dat je eruit kan. Oh, ik ben gewoon verbrand. Heb jij dat nou ook of niet? Ja. Maar ja. Oh, dat ik het zo koud heb. Het ontbijt is natuurlijk weer om. Om te smullen.
Lekker. Wat is dat dan? Rijstepan. Dat nemen we. Nou ja, alleen we gaan er straks weer aan de gewicht aan, hè? Dus dat zal wel moeten. Het zal vast ergens goed voor zijn. Nou, alleen ik zit heerlijk aan het ontbijt. Allemaal lekkere gezonde dingetjes. We hebben verdomme weer een wiebelende tafel, zie je. En daar heb ik zo'n teringhekel aan. Als zo'n tafel wiebelt. En ik hoef me wat te vragen, die mensen zetten hem recht. Ja, ik heb een nieuwe jacuzzi gekocht. En ik vraag me af, is het niet een beetje te groot? Maar ja, ik kan het ook niet doen. Heerlijk. Twee manieren bubbelen. Of van de champagne, of in een bubbelbad. Ik kies even voor het laatste. Cheerio! Yahoo! Leuk, in verschillende sokken. Oh ja, verschillende sokken. Ja. We hopen dat die past, hè. Heb je wel een goede maat gezegd? 44,5. You don't have 45? I think this is too small. Maar kijk of je leuk vindt eerst. Ja, vind je hartstikke gelopen hoog, vind ik leuk. Ja. Leuk voor een optreden of zo, weet je wel. Maar ik heb deze zijn even te krap. Yes. Oké, okay, well, I'm going to first try this one. And then we shall see, oké? Okay? Okay. Thank you. Ja, ze is daar toch wel lekker. Een soort van, alleen bij mijn hiel niet. Het is heel loopt eruit. Nou, alleen en ik zitten even lekker te lunchen. Nou, zijn we weer. Het is wel gezond, hè, wat we nemen. Hè? Alleen maar. Tonijn, eitje, asparagus, slatomaat en guacamole. Avocado. Avocado. Zit hij nou toevallig ook toevallig in met Evert Santegoed? Dat is echt toevallig. Nou, en zijn vriend. Vierdaagse. Lijktavond, vierdaagse wel. En kijk, dat is onze gast hier. Lux 22 en hebben we ook Roberto samen met Alain. Wat was jouw naam ook alweer? Jerre. Oh, heel goed. Jerre Getrouw, hè? En Jerre Getrouw en hebben een fantastische zaak. Het heet Lux 22 en dat zit hier in Gran Canaria. Voor de mensen in Nederland, dat is een aanrader. Het is fantastisch. Dat wou ik even zeggen. Dankjewel. Wat hebben we hier? Dus kan je dat nog één keer uitleggen? Sorry. We hebben hier champagne mousse. Een witte chocolademousse, vanillejuist gepocheerde peer. Dan hebben we het andere bordje hebben. Een schuim van baby, bruine chocolademousse, karamelijs, witte chocolademousse. Dan hebben we de mango schuim met witte chocolademousse. Daar in het midden een flexibele ganache van witte chocola en passievrucht. Passievruchtijs. En dan gaan we over naar het kaasbankje. We hebben een jonge kaas en daar een geitenkaas. We hebben een geitkaas met truffel, we hebben een rookbacterie en we hebben nog een concazola. Even een suikerspin bestel. Nee. En voor het sfeertje is toch enig. Met de boksbal ook. Ja, dat ga ik ook zo doen. We gaan eens een suikerspin nemen, kijk hoe die dat doet. Ik ben al klaar. Kijk jongens, kijk wat die doet. Proeven. Cashew. Cashew. Voor de lijn. En dan gaat hij hoor. Wauw. Nou, een uurtje op de home trainer gelopen. Is er toch wel weer iedere keer een heel dingetje om het te doen. Nou ja, we hebben het gedaan. Cheerio. Uitzicht is subliem. Ja. Goed voor het figuur. Oké. Okay. Nou, nog even 10 kilometer door de duinen gesjeest. Ik denk dat ik nou wel aan mijn calorieën zit vandaag. Maar het is ongelooflijk hier. Het lijkt wel op die duinen hier. Ik heb een mooie hier in Gran Canaria vanwege de wind. Het blijft toch prachtig uit. Wat heb je besteld al, hè? Water met die. En een bitter lemon. En een olijfje. En wat pinda. Hola, ¿qué tal? Hola, Ketal 110. Ketal 110. Hola, Ketal. Ketal 110. Heb jij besteld eigenlijk alleen? Jij hebt besteld twee hamburgers. Lekker met kaas. Met zo'n figuur als jou kan dat wel. Met mijn figuur is het een beetje anders.
Maar ik neem het wel. Nou, we zitten hier bij het Palm Beach Hotel. Gezellig met Evert. Ja, en met zijn vriend, daar is hij, Roberto. En onze Alain. En wat heel nu het feit, we zitten gezellig aan een glaas champagne. Waarom? Omdat Evert en zijn vriend toevallig morgen 30 jaar bij elkaar zijn. Dus daar willen we proosten. Gezondheid. Dat is toch fantastisch? Proost. Jongens, gezonder dat jullie maar lang mogen genieten met z'n allen. Dat vind ik de belangrijkste, toch? Cheerio. Cheerio. Nou, Alain en ik zitten weer heerlijk aan een ontbijtje, Alain. Jij eet weer heel gezond, roggebrood met kaas zie ik. Lekker. Ik zit in de Juderans, een wortelsap, ananas, tomatensap en bietensap. En twee gekookte eieren. Wat kan het leven toch een feest zijn? Blijf hier tot ik dood ga, Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa. Blijf hier tot ik dood ga, Europa, pa, Europa, pa. Zoek mijn friends en friends of neem mijn benen naar Wenen. Ik kom weg uit Nederland, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Nou, het is weer een hele foute avond. Ja. Ik zit weer gezellig met Evert. En met Alain. Ja. Alain, heb je mooi je ogen gekregen? Ja. En dan hebben we... grappig. Hé, jullie zijn 30 jaar getrouwd. Ja. Hip, 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 hip. Hoera. Hip, 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 hip. Hoera. Hip, 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 hip. Hoera. Wat een fout. Maar houd dat op eens, hè. Ben niet op het schil. Oh ja, ik ben er ook niet. Ik ben niet op werk, hoor, nu. Ja! Ik weet dat überhaupt ananas groeide hier in Gran Canaria. Maar kijk, dit zijn scheuten. Maar dit is wel een hele grote ananas. Nog nooit gezien. Ja, nou ben ik aan zet. Maar kijk, hoe komt het witte paard hier? En die zwarte staat hier. Schaakmat. Dag. Maar dit was het wel. ...24 uur per dag open. Zal me de broek niet bollen! Nou, alleen en ik hebben vanavond maar gekozen voor een Italiaantje. Lekker flesje wijn bij Pietos en Flautas. Vissoepje. Heerlijk. Lekker. Nou, wij komen vanavond wel door hoor. Lekker heatertje erbij. Leuke bediening. Had je nou een ton? Ton. Maar die... Patat, patat is fritos. En ik heb er eentje in het zout. Nou, dit is ons laatste ontbijtje, Alain. Helaas. We moeten vanavond weer terug met gierende banden. Het went snel, dit. Ja, het went zeker snel, maar we hebben wel een mooi uitzicht. Je ziet er altijd wel goed uit, ook 's morgens vroeg, hè? Hoe kan dat nou? Nou, ik ben al een tijdje wakker. Oh, ik heb al gelopen. Het voelt wel weer als een kat, maar dat geheel terzijde. Nou, alleen. Daar gaan we. We zitten niet echt heel comfortabel, maar we zitten ook niet heel slecht. Het is eigenlijk het is zoals, het is. Is zoals het is. Nou, je weet dat je kunt me volgen op TikTok, op Instagram, Instagram Story, Facebook, Twitter, mijn eigen YouTube kanaal. En laat een berichtje achter als je iets hoort of weet of nog iets wilt horen. Ik hoor ook nog steeds dat de plaat De Twee Motten nog steeds ontzettend goed doet. Zowel op YouTube, waar de mensen de clip nog heel vaak bekijken. En natuurlijk de streams. Je mag gewoon blijven streamen. Want ik word er blij van. En ja, als ik er blij van word, hoop ik dat jullie er ook blij van worden. Want daar gaat het om. Ik wens iedereen een fijne week. Geluk, gezondheid, heel veel liefs en veel positiviteit. Een dikke knuffel van Geer. Doei!